allemaal. Zo dadelijk komt Sam bij mij langs. En als het goed is, heeft hij zijn speelgoedauto meegenomen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat zijn favoriete auto is. Oh, nou, daar is hij al. Hey Sam, wat heb je meegenomen? Een takelwagen. Een takelwagen? Ja. Nou kom, dan wil ik alles over horen. Zo Sam, vertel eens. Je zegt een takelwagen, maar een takelwagen is er één. Maar ik zie toch echt twee auto's staan. En een auto. Ja, en een auto. Maar waarom heb je er twee meegenomen? Omdat een auto en een takelwagen wordt een beetje bij elkaar. Oké, okay, nou laten we zien dan. Ik snap hem. Dus je takelt eigenlijk de andere auto omhoog? Ja. Oké, wat cool. En wanneer gebruik je de takelwagen eigenlijk? Als de auto kapot is. Als de auto kapot is? Ja. Heb je wel eens in een auto gezeten die kapot was? Nee. Nee? Ben je nooit getakeld? Nee. Sam, heb je alles achter je gekeken? Wat zie jij daar? Een magische auto. Precies, dat is de magische auto. Sam, heb jij zin in een spannend avontuur? Ja. Ja? Hoeveel zin heb je erin? Heel veel. Nou, kom op. Opschieten dan. Sam, ben je klaar voor het avontuur? Ja. Oké. Okay. Leg je hand maar op mijn hand. Dan gaan we op de knop drukken. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Sam, is het gelukt? Ja. Ja? Maar hoe weet je dat zo zeker? Oh, hoi. Hoi, goedemiddag. Is dit een takelwagen? Ja, zeker. Dit is een takelwagen, Sam. Wauw. Oh, yes! Het is gelukt. We zijn bij een echte takelwagen. Met een hijskraan, Sam. Ja. En hoe gaat het dan precies in zijn werk? Nou, we schuiven deze bak af. Die komt op de grond te liggen en dan trek ik met een lier... trek ik de auto op de vrachtwagen. En die haak maken we aan de auto. En dan kunnen we hem zo erop trekken, als die stuk is. Wauw. Kijk Sam, hier kan ook nog een auto op. Dan schuif ik deze uit, dan draai ik hem om... en dan kunnen de voorwielen van de auto in. En dan op de achterwielen rolt hij daarmee. Dus dan kan ik twee auto's meenemen op deze takelwagen. Bij mij, takelwagen, is dit ding er ook. Ja, dat kan. Op je speelgoedtakelwagen. Ja. Ja, dan heb je een echte speelgoedtakelwagen. Wauw. Hey Sam, heeft jouw speelgoedwagen ook zo'n grote kraan erop? Ja. En waarom dan? Anders kan hij geen auto's betakelen. Ja. Maar het is toch een takelwagen? Maar waarom heb je dan nog een kraan nodig als je hem met die lier al trekt? Ja, auto's die met pech staan, die kan ik met de lier op de vrachtwagen trekken. Ligt er nou daar een auto in de sloot, naar een botsing... dan kan ik met de kraan de auto uit de sloot tillen en op de vrachtwagen zetten. Precies, zo logisch is het. Daarom heet het ook een takelwagen, natuurlijk. Ja, had ik kunnen weten. Melding. Melding? Ja. Die Floris hier, zeg het maar. We hebben hier echt een noodgeval. Een stel dat gaat trouwen, die hebben pech. Ze staan met een kokende motor. Je moet er onmiddellijk heen, want die mensen hebben zo'n bruiloft. Oké. Iemand moet getakeld worden. Sam, wil je helpen, Sam? Ja. Ja? Kunnen wij helpen? Jullie kunnen helpen, maar niet met deze kleding. Oké. We pakken even een paar hesjes. Het is dringend, Sam. Kom op. Die is voor jou. Die is voor jou. Oké, Floris. Instappen, mannen. Daar gaan we. Kom, Sam. Wat denk je dat er aan de hand zou zijn? Ja, tot een auto misschien is gebotst of in de sloot is gevallen. Gebotst of in de sloot is gevallen?
Wat? O jee, wat is er aan de hand? Ja, de auto begon opeens te roken en hij maakte een raar geluid. En we moeten over een uur naar onze bruiloft, want we moeten trouwen vandaag. Ze moeten trouwen? Dit is een bruid en een bruidegom. Wat denk jij, Sam? De auto takelen. Oké, chauffeur, kan dat? Ja, zeker. Zullen we de auto optakelen en gaan we naar de bruiloft brengen? Ja, ja. Moet ik wel de sleutels hebben? Ja, tuurlijk, ik heb de sleutels. Ja, kom, Sam. Kan jij deze even vasthouden? Deze? Ja, dat is, ja, is goed. Ja, dat is goed. Sam, wat is dit nou? Kijk, wat zit hier nou in? Oh. Wow! Dat zijn de ringen. Ik heb de sleutels. Ja, ik breng ze wel even. Pak aan. Wat doe je nou? Mijn ringen! Oh nee! Mijn ringen! Wat heb je nou gedaan? Sorry. Nu kunnen we helemaal niet meer trouwen. Ja, dat weet ik. Ja. Oké. Wat nu? Ik heb een idee. We kunnen de kraan gebruiken om de ring eruit te halen. Sam, dat is een supergoed idee. Geweldig. Oké, en nu, chauffeur? Wat een goed idee voor jou. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb, zeg. Dat gaan we doen. Wat fijn. Zo, is toch nog alles goed gekomen? Dankjewel. Oké, en wel ja zeggen, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Doei. 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 Oeh, Sam. Wat fijn dat ze het gehaald hebben, hè? Ja. En nu is het tijd om weer terug te gaan naar huis. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, zeg maar doei. 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 Daar gaan we. 3, 2...